Zo, welkom terug allemaal in de visie van vandaag, eens iets nieuws, iets anders. Een bespreking van een boek. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. Een boek, uiteraard een fotografie gerelateerd boek. Ja, ik moet mij excuseren dat de boeken nog ingepakt zijn. Ik ben momenteel volop bezig met het inrichten van de bovenruimte. Dus kasten in de wand die er moeten komen. En daar zullen mijn boeken ook geplaatst kunnen worden. En voorlopig moet ik mijn boeken gewoon opbergen op zolder en dergelijke. En dan hou ik ze liever in die dozen. Veilig. Maar dus, we gaan het hebben over deze boeken. Dit is een reeks. De titel van de reeks is A Flat Six Love Affair. Er zijn op dit moment al 3 volumes beschikbaar. Er komen er nog meerdere uit. Op de rug van het boek staat telkens een letter. En dit is de derde letter van Porsche, dus de R van Porsche. Dus je hebt de P, de O. En dan komen er nog, er zullen dus in totaal 7 boeken uitkomen. En het zijn eigenlijk boeken van Bart Kuikens, hier staat zijn naam ook vermeld. Is een fotograaf, een Belg. Op Instagram ook heel actief. En hij maakt in deze reeks maakt hij foto's van Porsches. En dat heet Flat Six. Omdat dat Porsches zijn met 6-cilinder boxermotoren. Dus cilinders die zo tegen elkaar opboksen eigenlijk. Vandaar de naam boxermotoren. Nu, de boeken zitten vol met verwijzingen naar Porsche. Zoals hier het serienummer bijvoorbeeld. Ook zijn de boeken telkens beperkt in oplagen. Dus je hebt per boek, dus per volume, heb je 911 boeken. En die 911 verwijst ook naar het model van Porsche 911 model. Nu, zoals ik al zei, dus het zijn foto's van Porsches. Photography by Bart Kuikens. De tekst is allemaal in het Engels. Wat informatie rond waarom hij het project gestart is en dergelijke meer. Dat is al een eerste foto. En eigenlijk komt erop neer dat hij altijd foto's neemt van eigenaars. Dat zijn de eigenaars van een bepaalde Porsche. Typisch een ouder model. En dan ook nog wat uitleg rond de eigenaars van die mensen. Deze zijn bijvoorbeeld, hij werkt over de hele wereld, deze mensen wonen in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Het is een 911 ST van 1972 wit. Dus dat is wat informatie rond de auto. Je zult merken eigenlijk, ik zal een paar foto's laten zien, dat is ook nog wat info rond waar de mensen wonen en hoe dat ze aan de Porsche komen en dergelijke meer. Maar eigenlijk, het komt erop neer dat het allemaal zwart-wit foto's zijn, ja. Niet zo gemakkelijk te zien, maar het zijn allemaal zwart-wit foto's gemaakt met Leica-materiaal. Dus met op analoge films. Je ziet ook de korrel van de film en dergelijke. Heel mooie foto's. Heel sfeervol. En je zult merken dat bij de foto's altijd de Porsche en de eigenaar zijn in beeld zijn, maar de nadruk ligt altijd op de auto. Like hier zie je bijvoorbeeld, ik zal het een klein beetje beter in beeld brengen. Dat is bij een Porsche is de voorkant de kofferruimte eigenlijk. Dus hier is in de koffer iets aan toe, maar je ziet dat de focus echt wel op de Porsche ligt en niet zozeer op de mensen. Daardoor krijg je soms wat vreemde foto's. Hier een detail dat er voorkomt. Heel creatieve foto's. Kijk, dit bedoel ik. Soms krijg je wat vreemde foto's, een mooie compositie. Maar je ziet dan bijvoorbeeld dat de focus op de Porsche hier ligt. Die mevrouw is niet scherp in beeld. Dat is soms wat raar. Ook bij deze foto, dat is denk ik moeilijk te zien op camera, maar eigenlijk is de foto, ligt de scherpte van de foto niet op het koppel dat voor de Porsche staat, maar wel op de Porsche die achter die mensen staat. Mooie compositie ook. Als je hem op Instagram volgt, dan zul je ook zien dat hij geregeld wat info heeft rond zijn materiaal, dus Leica camera's. Hij had denk ik 3 prime lenzen en je ziet ook een van zijn laatste posts op Instagram is dat hij zijn 3 camera's in beeld brengt en je ziet dat hij dat hij 3 lenzen heeft, maar dat hij ook 3 camera's heeft. Dat hij eigenlijk nooit geen lenzen moet verwisselen. En zo is het eigenlijk een boek vol met foto's van eigenaars van en hun Porsche. Dit is bijvoorbeeld Tom Bonen. Ik dacht, hier was er een foto bij. Waar dat hij, hier, ook een heel mooie foto.
zie je dat Tom Bonen is. Hier bijvoorbeeld ook eens zo'n typisch beeld waarbij dat je een compositie creëert. Je ziet in een mens Tom Bonen zelf onscherp in beeld en dan de scherpte ligt volledig op de Porsche. Je ziet hier ook wel bandensporen en dergelijke meer. Ik denk ja, oké, ook heel leuk van bovenaf gefotografeerd. Opnieuw weer, hier zie je de eigenaar in beeld, maar die is eigenlijk niet scherp. Het is de Porsche die scherp in beeld komt. En ook het licht op de Porsche is veel mooier dan het licht op de eigenaar. Dat is eigenlijk het grote thema in heel het boek. Ik zal nog snel een paar laten zien. Je kunt ook naar zijn website gaan en daar zal je ook een aantal foto's vinden. Ook allemaal op heel op vaak bijzondere locaties. Ik ken niet alle namen van de mensen in de boeken of in het boek. Ik veronderstel dat er veel bekenden bij zitten, of bekende personen waarvan ik de naam gewoon niet ken. Ik denk niet dat hij zich beperkt tot bekende mensen. Zo, dat waren een paar foto's. Als je meer foto's wilt zien, zeker naar zijn website gaan. En als je de boeken, als het u iets zegt, koop dan zeker ook de boeken. Dus A Flat Six Love Affair, dat is volume 3. Ik heb 1 en 2 ook. Maar ik heb nu even volume 3 uitgehaald, de recentste. Dat was het. Bedankt voor jullie aandacht. Als je het leuk vindt, dit soort video's, laat zeker iets weten. Dan zal ik er nog uitbrengen. Ik heb nog verschillende fotogerelateerde boeken. Tot de volgende!